Een hele goede dag, kijkers, en welkom bij deze nieuwe editie van ATV Sports. Vandaag gaan we een terugblik hebben op zaterdag 4 maart, Homegrown 2. En ja, met een highlight op collega Dion Brunings. We gaan kijken wat er dit weekend bij de SVB gaat gebeuren. En ook nog even de focus leggen op de klassieker Robin Hood Transvaal. In het buitenlands blok hebben wij Champions League en ook nog basketbal. Blijft u afgestemd, want dat krijgt u vandaag allemaal te zien in deze nieuwe en donderdag editie van ATV Sports. Honey, I just came down to check my print job. Before you print anything, we need to confirm that all is in the right alignment. That's why I'm consulting with... I'm Moonbeam. We've consulted our synastry cards, and according to them, Mercury is in retrograde, Jupiter is entering Aquarius. Which means it'll be auspicious to print during the next full moon. Or we could just hit print. We got a Canon PIXMA Mega Tank printer. It's got large refillable ink tanks, so we don't have to worry about running out of ink. It really takes all the mystery out of printing. Elk huis vertelt zijn eigen verhaal. Waar je ook woont of wat je stijl ook is. Ashley Furniture heeft voor elke smaak of stijl gepast meubilair van hoge kwaliteit. Vertel je verhaal en creëer jouw uniek droomhuis met Ashley Furniture. Nu verkrijgbaar bij Lucky Store aan de Joren Breestraat. Lucky Store, het Surinaams warenhuis. Welkom terug bij ATV Sports. Afgelopen zaterdag hadden we Homegrown 2. Maandag hebben we dus gekeken wie allemaal heeft gewonnen. Hoe de partijen in principe zijn afgelopen. Maar we hadden sowieso een special fighter. En de special fighter was niemand minder dan Dion Brunings. En vandaag doen we echt de terugkijk op hoe Dion het heeft gedaan. Bent u ready? Zijn er mensen van Telesur in de hoofd? Zijn er mensen van Gotha en Moedel in de house? Oké, Loka Tjarewaka. We vragen erin te komen, dames en heren. Representing Telesur, Dion Brunings. Dion Brunings, representing Telesur. Hij zal draaien vanuit de blauwe hoek. Zijn tegenstander komt vandaag uit namens Gotha Noodle Bar. Ballroom Prince, make some noise voor Miguel Tanakyam. Miguel Tanakyam, representing Gotha Noodle Bar. Miguel Tanakyam, representing Gotha Noodle Bar. Deze partij, fight to give back. Drie rondes van anderhalve minuut. En hopelijk kunnen we echt drie rondes genieten. Ik ben maar nog klaar, het doet ze snel. De referee is Luciano Derby. Het gaat om het goede doel, houd u dat vast. Het gaat om het goede doel. Er zijn drie sociale instellingen
die dus hier profijt aan hebben. Dat zijn dus Stichting Huizen Tiel Tiel, Maria Hoeve en Olga Klare Kindertehuis. Daar doen beide heren het voor. Ze hebben zich voorbereid, ze hebben keihard getraind. En we hopen dat die zo duurt 20 seconden, dan moeten ze 30 seconden. Ook niet op Tjuso, ja. Overwen op Tjuso. Dion versus Miguel. Dion versus Miguel. Dus even kijken wat deze twee heren zullen doen. Dion die gaat heel rustig in de aanval. En Miguel die probeert het met verschillende combinaties. Geeft Dion helemaal geen kans als je het dus zo bekijkt. Maar Dion zal zaken heel anders moeten aanpakken hier. En het lukt hem ook om eruit te komen. Geen makkie. Geen van beide jongens zijn makkies. En Alatuma Gridif gooit naar aanval. Low kick van Dion gemist. Kijken hoe het bereik van Telus hier in de ring is. Redelijk, redelijk. Dion blijft in de aanval gaan. Heel goed gedaan tegen Miguel. De low kicks. Knie van Miguel. Dion tegen Miguel. Publiek gaat uit hun dak. Ze genieten ervan. En je hoort het daar. Dion, Dion, Dion. Ook een bekende sportpresentator. Blijf relaxed, blijf kalm. Hou je handen hoog. En dan komt het zeker goed. Dion die blijft in de aanval gaan. Probeert het met combinaties. Nog een wedstrijd om van te genieten. In elk geval langer geduurd dan de eerste. Dion krijgt de instructie binnen te vechten van zijn tegenstander omdat hij dus ook de lengte mee heeft. Maar Miguel probeert zijn tegenstander eruit te halen. Dion blijft maar gaan in de aanval. En Dion zegt nee hoor, Tillis heeft goed bereik. En dat zien we dus hier in de ring. Dion wordt flink aangevoerd door het publiek. De arbiter die moet ertussen komen, dat is dus arbiter Derby. Beide heren kijken even wie eerst in de aanval zal gaan. Low kick van Dion gemist, maar Miguel zijn low kick was wel goed. Dion probeert het met een paar uppercuts daar. Geeft Miguel geen kans. Blijft slaan. Die trapt hoog. Die geeft een paar trappen. En krijgt een knie aan zijn buik. Miguel die kan nog. Miguel die kan nog. Hij gaat door. Miguel die vecht voor doel. Hij moet het bal. En Dion gaat er hard tegen. Spannende partij hier met nog één ronde te gaan tussen Miguel Tanakiam en Dion Brunes van Telesur. Dion heeft een techniek die hij probeert uit te voeren. Ik zie dat een van de vechters bloedt. En dat is dus van Boertijn Noerderbaar. Ja, de partij is gelopen. Einde van deze partij. De partij is afgelopen. Einde. Die verlies. Als het niet...
ja, zijn neus kapot. Dion die wint. Ik wil het ook even zeggen, alvast iedereen dankjewel. En ik wil mensen bedanken. Ik wil iedereen bedanken die eigenlijk zouden betwijfelen om iedereen te zeggen. Dit is iets wat wij aan mee willen doen. Dus alsjeblieft een applaus voor Telesuur en natuurlijk de andere sponsoren. Ik wil Team Eiffel bedanken, deze man hier naast me, Gino, Koyenor en Shaquille van Sikkele. Iedereen die met ons samen heeft getreden. De mannen twijfelen nog een moment, want dat Leon Jacob morgen. Ik was er de volgende dag, dus alsjeblieft, dank jullie wel. En het belangrijkste nog, er is een reden waarom ik dit heb gedaan. Om dichterbij te komen bij deze mensen, bij deze sport. Dit is de sport die Suriname naar de wereldtop gaat brengen. En dat komt van iemand die deze sport hier doet. Dus iedereen die hier is, elke cent is een cent richting de wereldtop voor Suriname. Dus alsjeblieft, spread the word en ondersteun waar je kan. Dank jullie wel, jullie waren geweldig. Dat was dus Homegrown 2 en wij zijn natuurlijk super trots op Dion met zijn prestatie. En natuurlijk ook de andere man, zijn tegenstander. Wij gaan over naar voetbal. Want laten we even kijken wat er in het weekend gaat gebeuren bij de SVB Eerste Divisie. Hier ziet u dan. Dit is speelronde 9, vrijdag 10 maart. Flora tegen Voorwaarts om 7 uur. Gevolgd door Interwanica PVV om 9 uur. Zaterdag hebben wij Santos Inter Mungotapu om 6 uur. Leo Victor Broki om 8 uur. En op zondag 12 maart SNL Notch om 6 uur. En de klassieker Transvaal Robin Hood om 8 uur. En al deze wedstrijden worden gespeeld in het Franklin Asset Stadion. Ik gaf het eerder aan, de klassieker Transvaal Robin Hood, een wedstrijd waar velen naar uitkijken. We hebben ook even de data erbij gehaald van een paar jaar geleden. Hoe deze wedstrijden zijn gegaan tussen deze twee ploegen. Hier ziet u het dan van de vorige competitie, 17 juli, heeft Transvaal met 2-1 gewonnen van Robin Hood. 2 april, dat was dus de eerste ronde. Transvaal Robin Hood hebben 4-4 gelijk gespeeld. 19 januari 2020 heeft Robin Hood met 4-0 van Transvaal gewonnen. 7 juli 2019 won Robin Hood ook met 3-2 van Transvaal. En 10 februari 2019 was het weer een gelijkspel tussen deze twee ploegen. Dat is toch wel heel mooi om te zien. Als we terugblikken naar de afgelopen 5 partijen, kunnen we zeggen dat het nu een tie is. Want Transvaal heeft de 2 laatste partijen gewonnen. Binoud won de 2 daarvoor. En die partij daarvoor eindigde dus 1-1 gelijk. Het afgelopen seizoen was het toch wel vuurwerk tussen deze twee ploegen. En we blikken nu terug naar de eerste speelronde toen Robin Hood het opnam tegen Transvaal. Jadson da Silva. Lekker hoor. Jawel. Goed gedaan door Dors. Overname Robin Hood. Hij kan schieten, doet hij ook. En Shaquille Cairo die maakt er 1-0 van voor Robin Hood. Een hele eenvoudige setup. Hij kreeg een mooie paas. Tikte die bal nog 1 keer voor zich uit. En passeerde Vicento Feller. Heel beheerst. Shaquille Cairo brengt Robin Hood in de 21ste minuut op 1-0. Julians, Abiting, Jadson da Silva is de bedoeling, bal komt niet aan. Nu wel Jadson da Silva, een goede kans voor Jadson da Silva. En hij benut die kans ook, Jadson da Silva, die brengt Transvaal naast Robin Hood. Misverstand bij de ploeg van Robin Hood. En de Braziliaan Jadson da Silva die scoort in de 27ste minuut de gelijkmaker. Dit is de man, Jadson da Silva. Dit is Richters, die wil lopen. Doet hij ook. Op Shaquille Cairo, die loopt ook graag. Dors voor het doel. Laat lopen.
voor Rosabel. Nu die kans voor Rosabel. Heel mooi scoort Roger Rosabel. Heel beheerst. Hij zag dat hij totaal vrij was. Vocht niet. Raakte niet in paniek. En een subliem doelpunt van Roger Rosabel. Vaak zie je spelers hun kalmte verliezen als ze dit soort kansen krijgen. Dat deed Rosabel niet. En een prachtige goal van deze nummer 14. Robin Hood staat weer voor met 2 tegen 1. Kijk wat Moses Kekitti doet. Ja, daar komt het fluitje. Einde van de eerste helft. We gaan rusten met een score van 2-1 in het voordeel van Robin Hood. De doelpuntenmakers bij Binoud, Shaquille Cairo en Roger Rosabel. En Jadson da Silva, die scoorde voor Transvaal. Lange paas van Welles op Quinten Dors. Op Jamilio Richters. Nee, het is Dors. En Quinten Dors, die scoort hier voor Robin Hood vroeg in de tweede helft. Goeie lange paas. Slipte door de verdediging van Transvaal heen. En Quinten Dors, die brengt Robin Hood op 3-1. Dit gebeurt in de vijfde minuut van de tweede helft. Stuart aan de rechterkant. Rellum. Dit is Alouel. Goed gedaan door Alouel. En hij scoort ook. Chesron Alouel. Die komt invallen. En het pays off. Dan is het meteen een goede wissel voor de trainer natuurlijk. Maar Chesron Alouel. Die verkleint de achterstand van Transvaal. In de 12e minuut van de tweede helft. En brengt Transvaal dus terug in de wedstrijd. Het staat Robin Hood 3, Transvaal 2. Nu die vrije trap van Transi. Rellum. En nog een keer. En het is Dennis Linger. De twee wissels die scoren binnen 5 minuten. Binnen 5 minuten scoren de twee jongens. Die zijn ingebracht door Kenneth Jalins. En wat kun je anders zeggen dat het gouden wissels zijn geweest. Nu is het Dennis Linger. Die Transvaal in de 14e minuut weer naast Robin Hood brengt. Nou, als er een doelpunt valt, zal dat een zeer belangrijke goal zijn. Want er is nog weinig tijd over, relatief. Misschien nu, jawel, het is inderdaad Giuliano Stedenburg. Die zijn foutje van daarnet goed maakt. En hij werd goed aangespeeld door Marino Schet, denk ik. Giuliano Stedenburg. En het is echt de wedstrijd van de reservespelers geworden. De invallers. Eerder scoorden twee Transvaal-invallers. En nu is het Giuliano Stedenburg. Robin het op 4-3 brengt. 7 doelpunten tot nog toe. Wat kunnen we nog meer verwachten in deze wedstrijd? Cairo. Loopt lang en verliest die bal. Donovan Rellum. Meegeschoven naar voren. En misschien nu Deris Linger. Probeert het met een lob. Wat een fantastische goal van Deris Linger. No. Wat een doelpunt. Wat een doelpunt. Wat een doelpunt. En hij gaat helemaal naar de andere kant. Is een stamma van hem zeker. No. Deris Linger. Die scoort weer. En het was een beauty van een doelpunt. Hij zag dat Kleidel iets voor het doel stond. En een super lob van Deris Linger. En dat is het eindsignaal van arbiter Moses Kekitti. Nou, wat een wedstrijd, wat een wedstrijd. Het publiek heeft hier echt van genoten. Robin Hood tegen Transvaal eindigt 4 tegen 4. ...4-4 gelijk is het geëindigd met een prachtig doelpunt van Dries Linger. Dat was het dus in de eerste ronde. En na de eerste ronde heb je daarna zeker de tweede ronde. Laten we terugblikken op de tweede ronde. Nou, hier een goede doorbraak van Bruno da Silva de Oliveira. Hij schiet zelf en het is 1-0. Wat een loeier van Bruno da Silva de Oliveira. Die heel makkelijk kon doorlopen. En hij verrast Toshiro Compagnie. Met een loeier van een schot. En hij brengt Transvaal dus in de 6e minuut van de wedstrijd op 1-0.
Mooi doelpunt van Bruno Silva de Oliveira. Da Silva. Balverlies Transi. En nu Cairo. Tuur aan de linkerkant. Heeft wat ruimte. Het schot van Tuur. Hoekschop. Hekbert links. Trekt voor. Subarman kopt. Nog een keer kopt Subarman. En dan het schot van Abiting. Rakelings naast het doel. Heel verrassend schot van Rogelio Abiting. En die bal ging naast het doel. Maatrijk. Akeini. Misschien nu gestopt op de doellijn. Die inzet kwam van Shaquille Cairo. Ja, en dat zal het zijn voor deze eerste helft, denk ik. Moses Kikete die fluit. Er is rust. Een vrij interessante eerste helft. Transvaal. Die staat voor met 1-0. Een doelpunt vroeg gescoord in deze eerste helft door Bruno Silva de Oliveira in de zesde minuut. En dat is het verschil tot nu toe tussen Transvaal en Robin Hood. Subarman raakt die bal kwijt aan Abiting. En nu Andro, ja. Hekbert met het schot. Makkelijk voor Toshiro Compagnie. Maatrijk. Sandvliet aan de rechterkant met wat ruimte. Trekt voor. En dat is wel een doelpunt. Het is... Is dat Maatrijk? Nee, dat is Rocher Rosebel. Rocher Rosebel na die paas van Bjorn Sandvliet. Scoort Rosebel met het hoofd. En Robin Hood is terug in de wedstrijd. Drenthe. Op Tuur. Oeh, Tuur die verdiende echt wel een goal hoor. Rakelings naast het doel. Mooie steekpas op Stedenburg. Heeft ruimte, kan uithalen. En nu geblokkeerd door Veller. Een fractie van een seconde te lang gewacht. En Svensson Veller die brengt redding voor Transvaal. Jadson da Silva in het blok. En Hekbert. Nog steeds Transi. Carlos da Silva legt terug. Niks aan de hand, zegt Kikete. En nu het schot van Jadson da Silva. Het is raak. Het is raak. Het is een doelpunt van Jadson da Silva. In de 47ste minuut van deze tweede helft. Wat een moment. Wat een moment voor Transvaal. En zo wordt het gevierd. Als je denkt dat er niets meer komt. Dan komt het toch. Jadson da Silva. Die scoort. De tweede goal voor Transvaal. Laat me maar niet zeggen de winnende treffer. Want er is nog ongeveer een halve minuut te spelen. En you never know. Juari Miranda over het doel. Ja, en dan denk ik dat Transvaal de drie punten binnen heeft. We hebben iets vier minuten gespeeld in de extra tijd. Arbiter Moses Kikete geeft aan wat haast te maken aan doelman Veller. Einde. Einde van deze ontmoeting. Wat een slot van de wedstrijd, Robin Hood Transvaal. Misschien niet van hetzelfde gewicht als jaren geleden. Maar de laatste vijf minuten, zeven minuten hebben veel goed gemaakt van deze wedstrijd. De ploeg van Transvaal wint met 2-1 van Robin Hood. Dat waren dus de terugblikken van de klassieker van vorige competitie. We kijken allemaal naar uit wat er zondag tussen deze twee ploegen gaat gebeuren. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van ons binnenlands gedeelte. Blijft u afgestemd. Over enkele ogenblikken zijn we terug met ons buitenlands blok.
Dit is de verkoopplan van Zoza Gravel Group aan de Nieuwe Charlesbrugweg nummer 259. Gespecialiseerd in steenslag in diverse gradaties en afmetingen. Waste, heel fijn, base cores, maar ook reuze rotsen zoals deze boulders. Hier bij Zoza Gravel Group vindt u steenslag van alle gradaties en afmetingen. Kom gauw langs aan de Nieuwe Charlesbrugweg 259. Als het ware zijn we continu bezig ons woongenot te vergroten. Omrassering of schutting kan en mag ook in stijl. Mooi en decoratief zijn deze schuttingen vergaasd met steenslag als basis of pilaren. U ziet het, schuttingideetjes, fans ID's, die zijn er te over. Kom gauw langs aan de Nieuwe Charlesbrugweg 259, de Zoza Gravel Group voor steenslag en meer. Elk huis vertelt zijn eigen verhaal. Waar je ook woont of wat je stijl ook is. Ashley Furniture heeft voor elke smaak of stijl gepast meubilair van hoge kwaliteit. Vertel je verhaal en creëer jouw uniek droomhuis met Ashley Furniture. Nu verkrijgbaar bij Lucky Store aan de Joren Breestraat. Lucky Store, het Surinaams warenhuis.